Hallo lieve weegschaal, welkom bij je tarot-reading voor april. Ik ga het eind van, ik ga hier een 9-kaart spread mee maken. Van Ellen Duncan, The Witch's Tarot. Super lief en mooi deck. Het is alleen in het Engels, maar ja, voor sommige mensen is dat fijn. De Bach Flower trek ik aan het einde voor je. Ik trek een Power Animal voor je. Doreen Virtue en Maria, koning van de engelen. En een clarifier met het tarot van het groene of de Muse tarot. En je kan kijken voor je sterrenbeeld, voor je ascendant of voor je maan. En op astro.com kan je dat gewoon gratis uitrekenen. Oké, deze kaart. Ik duid eerst alle kaarten individueel. En daarna ga ik ze aan elkaar linken voor je. En als iets onduidelijk is, dan trek ik een clarifier. En ik hoor natuurlijk heel graag van je. Even kijken, moet ik het dan? Ja, ik moet een beetje zo leggen. Of het duidelijk is waar het bij jou over gaat. Nog een beetje deze kant op. Doen we dat gewoon. Zo. En ik doe de reading voor je samen met aartsengel Gabriël. Zij is mijn engel van communicatie. Het kan ook jouw engel voor communicatie zijn. En dan zeg je gewoon, lief Gabriël, wil je voor mij de juiste en zuivere boodschappen naar boven brengen. Zodat ik precies dat kan zeggen tegen mijn lieve weegschalen. Wat ze nu moeten horen. Zo, de wieters. Deze kaart, die in het midden is, bij de 9 spread, is het allerbelangrijkste voor de maand april. Dat is jouw thema. Nou, jouw thema is dus de Ace of Cups. Dus de hoogste kaart van het deck. Dit is emotioneel de hoogste blessing en het hoogste wat je kan krijgen. Dus hoe zou ik dit zeggen? Ja, dit is gewoon... alsof je hart in bloei staat. Totaal één met alles wat er is. Ik ga hem zo... je hart staat in bloei. Zo ga ik het waarschijnlijk ook noemen voor je. Dit is totale harmonie en geluk. Prachtig, hè? Dat je dat als... Ja, ik zou bijna de andere kaarten niet willen omdraaien. Zo van, oké, het is heel duidelijk wat hier aan de hand is. Misschien heb je... onderweg nog wat uitdagingen, maar daar gaan we naar kijken. Ja, die heb je achter je liggen. De 9 of Wands. Je hebt wel nog het gevoel dat je je wilt en moet verdedigen. Het grappige is, de strijd is al voorbij. Alleen omdat het zo lang geduurd heeft, heb je nog het gevoel... oh, ik moet opletten en achterom kijken. En op mijn hoede zijn. Maar dat is dus voorbij. Ik ga toch een clarifier. Wat zou dat kunnen geweest zijn voor jou? Met de Muse tarot van Chris Ann. Wat kan dat geweest zijn? Die toestanden achter je. The Queen of Emotions. Het kan zijn dat je je overweldigd hebt gevoeld. Door alle emoties. Of dat je afgerekend bent op je emoties. En dat je dat een beetje... weg heb gehouden, ook voor jezelf, dat je iets onderdrukt hebt. Alleen nu, met die Ace of Cups, is hetzelfde, uit een ander deck, hier noemen ze het Cups en hier noemen ze het Emotions, maar het gaat allemaal over je hart en over je gevoel. Het is heel erg de bedoeling nu om totaal dat te laten zien waar jij zelf voor staat en waar je in gelooft. En dat kan mentale twijfels dus opleveren. Je bent ook bang om die kwetsbaarheid te laten zien. En dan ga je zitten wikken en wegen. Piekeren ga ik met een kaart voortrekken met het tarot van het goedere. Waarom zit je zo te piekeren? Waarom ben je bang om dat geweldige, prachtige hart wat in bloei staat te laten zien? 9 van vuur. Er zijn zoveel mogelijkheden... Je hebt zoveel power op het ogenblik, dat je het ook moeilijk vindt. Wat moet ik dan kiezen? Wat moet ik dan doen? En volgens mij hoef je dus helemaal niks te doen. Dat vind ik dus heel erg grappig. Want het is er al.
Even een slokje lekkere roosterthee. Je bent er al. Je bent al helemaal in je eigen element van harmonie. Er is een ontevredenheid over het tempo waarin de zaken zich voltrekken. De Seven of Pentacles. Jij vindt dat het sneller moet gaan. Dat je al verder moet zijn. En het grappige is, doordat je dat vindt, houd je jezelf langer bezig. Je ziet het. Je ziet het niet helder. Want je bent juist ontzettend goed bezig. Even een clarifier weer. Five of Inspiration. Ja, je zit jezelf een beetje in de weg. Terwijl, ik zal het laten zien, uit de muse. Terwijl het hoogste wat jij kan bereiken en wat jij het allerfijnst vindt, ligt er dus al voor je centraal in de hele maand april. De Ten of Wands, je hebt het gevoel, hier had je de Negen of Wands, prachtig hè. De Ten of Wands is het einde van die last die je hebt gedragen. Je bent er. Dat zeg ik dus al tegen je. Je bent er al doorheen. Je bent er al doorheen. En doordat je er doorheen bent, kom je bij de Ace of Cups terecht. En naar de Queen of the King of Cups. Heel goed weet wat je wil. Kijk, die mooie dolfijnen springen hier uit het water, kan je het zien? Heel erg in balans zijn, ondanks dat je helemaal vanuit je emotie bent. Grappig, hè? Je hebt dus de Queen of Emotions. Dit is zijn queen. Zijn is natuurlijk uit een ander deck. Dus het is een andere symboliek, een andere woorden. Maar je bent dus compleet, je mannelijke en je vrouwelijke kant. En dit kan ook een man zijn die in je leven komt. Als jij zo ontzettend ingecheckt bent in die Ace of Cups, als jij totaal naar je gevoel luistert, ben je dus ook een vibrational match voor die king. Three of Pentacles. Samenwerken aan een hoger doel. Kijk, mooi, met die kat erbij. Want als jij ingecheckt bent op je gevoel, weet je ook precies wat je moet doen. Weet je precies hoe je moet communiceren. Misschien wel ook met de engel Gabriel. Maar je weet precies wat je moet brouwen om succesvol te zijn. Op het aardse vlak. Voor een hoger doel. Ik ben heel benieuwd, schrijf eronder wat het voor jou betekent. Kijk eens. Eight of Pentacles. Oké. Het dient je echt helemaal te focussen op je meesterschap. Grappig hè, met die raaf beide. Je helemaal onder te dompelen op je aardse werk. En het grappige is dat je dan helemaal bij jouw eigen gevoel komt. Hoe bijzonder hè? Is toch bijzonder? Het einde van de cyclus, net als de Ten of Wands. En hebben we hier de Ten of Swords. Het einde van het... Je hebt zoveel gepiekerd. Je bent helemaal klaar. Het is ook niet meer waar. Je kan ook deze angst ook niet meenemen naar de toekomst, want ze zijn verdampt. Ik ga hier met het tarot van het goede een kaart optrekken. Waarom laat het leven die eindes zo duidelijk aan je zien? Betekent dus dat je wel een zware reis achter de rug hebt. Kijk eens, koningin van het water. Grappig hè, lieve schat. Je hebt dus twee keer de koningin van het water. Je hebt dus de King of Cups. En je hebt de Ace of Cups. En de rest zie ik als bijkaarten. Grappig, hè? Dus allemaal, dit gaat allemaal over intuïtief voelen. Weten wat er speelt. Trouw durven zijn aan jezelf. En je bent dus de Queen of Wands. Dit is je oude patroon van totale angst. En kijk eens hoe senang zij is. Dit is eigenlijk de symboliek van hoe je er als mens, als koningin van het water uitziet. Je bent dus de koningin van het water. Dat kan ook niet anders als je de Queen of Cups trekt. Helemaal, totaal in je
eigen balans, in je eigen harmonie. Er is niets of niemand meer die je verstoort. Daarom liggen die tienden op tafel. Ik ga vragen welk dier jou gaat ondersteunen om zo mega in je eigen element te komen. Zonder dat dat hoofd je allemaal dingen influistert. The octopus will display your meaning of life to you. The octopus will display your meaning of life to you. Ook weer in het water, hè? En ook weer een dier wat zacht is, een weekdier. Maar weet je hoe sensitief en intelligent een octopus is? Hij heeft brein in al zijn tentakels en zuignappen. En hij heeft het bewustzijn van een kind van de jaren 4 of 5. Heel kwetsbaar, maar heel zuiver en heel sensitief, wat jij dus ook bent. Ik vind het wel heel erg mooi. Ik ga je een hele mooie kaart voor je trekken van Denise Lin. Dit is een van mijn favoriete decks op het ogenblik. The Sacred Forest Oracle. Wat mag ik aan mijn lieve weegschade laten zien? Deze prachtige reading. Het is een spiegel van je ziel, is dit. Letting go. Letting go, ja, voor mij is het letting go van het brein. 35, ik ga het voor je voorlezen. Wat de spirit of guardian of autumn tegen je zeggen wil. 35. The spirit guardian of autumn says, relinquish control and let spirit take over. You don't need to do everything yourself. Release whatever in life doesn't serve you. Clutter clear your life. Simply open your heart, let go and allow spirit to help you and support you. Ja, dat is dat mentale loslaten. En ik vind dat ook wel een heel mooi advies van declutter your life. Hoe heette die Japanse mevrouw Marie Kondo? En die doet kasten opruimen en kleding en boeken. En dat je alleen houdt wat je happy maakt. En ik zie dat ook. Je zou eigenlijk Marie Kondo in jouw brein moeten toelaten. En dingen uitzuiveren die je afhouden van zo totaal in je gevoel zijn. Grappig, hè? Ik wil nog een hele mooie Bach flower voor je trekken, zodat je ook energetisch een vibrational match hiermee kan zijn. En je kan die flower power gewoon online kopen. Is van Dr. Bach. Dat is een reguliere arts die uiteraard natuurlijk vorige eeuw verketterd is geworden omdat hij met bloemenessenties ging werken. Omdat hij zei, achter elke ziekte of elke disharmonie zit een emotionele blokkade. Oké, wat gaat mijn lieve weegschaal helpen? Welke bachbloesem mag ik aan hen doorgeven? Deze is het, voel ik. Impatience. From irritation to patience. Take your time. Take your time. Mooi, hè? Ik wil jullie even laten zien hoe zo'n flesje eruit ziet. Dit is waterviolet. Koop je gewoon online. Neem je een glas water. Doe je een paar druppeltjes erin. Ik zeg, het flesje is ook al heel sterk op zich. Je kan het ook gewoon bij je dragen. En het grappige is, zodra je er klaar mee bent, of dit probleem, of deze uitdaging, of dit stukje in jezelf, die Seven of Pentacles, het ongeduld op het aardse proces, haalt jou uit de flow. Daar zit jouw strijd. Oké, en als je dat dus loslaat, dan kom je dus hier terecht. Dan kom je dus bij je eigen goud. Waar je hart in bloei staat. En waar je hart in bloei staat, is niet je hoofd aanwezig. Mooi, hè? Zag hier een heel klein stukje. Impatience. Do you get the tingling sensation when someone or something progresses too slowly? Irritation and frustration in your work situation or even with yourself
follows when impatience takes over. Dus als je ongeduldig bent, als je vindt dat het sneller moet, ja, word je geïrriteerd. What behind the feeling of not being able to wait for things? Oh, ik krijg kaarten van Tarot. Even wachten, 1 seconde. Lief, hè? Kop en hol stuurt me dit. Pink Tarot. Dat wilde ik als ode aan mijn lieve Pinkje doen die overleden is. Ik heb ze te laat binnengekregen. Nou, voor de volgende reading zeg ik. Impatience. Dit is ook wel grappig, hè? Dat jullie dus nu even op mij moeten wachten. But behind the feeling of not being able to wait for things to natural evolve. For to natural unfold lies a lack of trust in life and the universe. A trust that everything is right and develops in its own time. And that is the message that lies within impatience. The name already reveals it. Have patience. Het vertrouwen dat je hart in bloei staat. En het gras gaat niet sneller groeien door eraan te trekken. Nou, ik hoor heel graag waar dit in jouw leven op slaat. Als je hier nieuw bent, vind ik het super fijn als je abonnee wordt. En ik geef een 3 readings met korting. En dat kun je onder het filmpje lezen als je op meer tonen klikt. Ik stuur je in ieder geval al mijn liefde.